allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie een video die bizar vaak is aangevraagd. Ik heb deze een hele lange tijd, ongeveer volgens mij bijna weer een jaar geleden, heb ik deze video een keer opgenomen. Namelijk mijn sieraden stash. Er wordt super vaak in weekvlogs, video's, dat soort dingen gevraagd waar mijn sieraden van zijn. Dus ik dacht om het allemaal gewoon even lekker makkelijk te houden, ga ik er een video over maken. Dus hebben jullie heel veel zin in deze video? Doe dan een blauw duimpje omhoog. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En laten we beginnen. Laten we maar beginnen met de sieraden die ik elke dag draag. Dat zijn ook de sieraden waar ik de meeste vragen naar krijg. Als eerste mijn ringen. Laten we maar beginnen met de sieraden die ik elke dag draag. Want dat zijn ook de sieraden waar ik de meeste vragen naar krijg. Ik zal vast van tevoren beantwoorden van ringmaat heb ik maat 16. Laten we maar beginnen met de sieraden die ik elke dag draag. Want dat zijn ook de sieraden waar ik de meeste vragen over krijg. Laten we maar beginnen met de sieraden die ik elke dag draag. Want dat zijn ook de sieraden waar ik de meeste vragen naar krijg. Laten we maar beginnen met mijn ringetjes. Deze is van Eden. Deze van Buddha to Buddha. Deze bovenste is van Eden. De onderste is van Joy. Die heb ik gekregen van M&M Boutique. Middelste is ook van Joy en deze ook van Joy. De website van Joy, Eden en Buddha to Buddha en van M&M Boutique zal ik eventjes in de beschrijving zetten, zodat jullie de websites makkelijk kunnen vinden. Dan mijn kettingje, die is ook van Joy en heb ik ook gekregen van M&M Boutique. Hier ben ik zo blij mee. Ik vind deze zo leuk en ik draag deze ook elke dag. Je kan Joy ook gewoon omhouden met douchen, want het is gewoon echt zilver, dus het verkleurt niet. Dus dat is helemaal top. Dan heb ik, zoals je kunt zien, nog een aantal armbandjes. Deze is weer van Buddha to Buddha. Deze, even kijken hoor. Deze is van Eden. Deze is ook van Joy. Maar er hoorde dus eigenlijk dit sterretje aan. Maar die is vorige week eraf gevallen. Dus ik moet even aan mijn vader vragen of hij die van de week weer even vast wil maken. Dan dit blauwe touwtje met het hartje eraan is ook van Joy. Dan deze blauwe balletjes. Armband is van Mas. Ik zal even een linkje daarvan ook in de beschrijving zetten. Want ik ken dit merk verder ook niet meer. Ze hebben hele leuke armbandjes. Gewoon zelf gekocht. Niet gesponsord ofzo. Dan heb ik nog dit armbandje met dit hartje. Ook van Eden. Die heb ik toen van Miel gekregen toen ik voor mijn examen gezakt was. En dan heb ik nog dit touwtje. En die komt van het strand van Italië. Dan mijn oorbelletje. Deze zijn van Joy. Die heb ik toen ook gekregen van de M&M Boutique. Die middelste is van Eden. En dat laatste knopje is gewoon zo'n schietknopje. Dus ja, ik weet niet echt waar je die kan kopen. Maar die zou je overal wel kunnen krijgen van die knopjes. Sorry voor het licht. Het begint een beetje donker te worden buiten. Maar ik wil toch nog heel erg graag deze video verder filmen. Dit waren in ieder geval alle sieraden die ik dagelijks draag. Laten we nu maar overgaan met deze twee bakjes. Want hier zitten nog heel veel andere sieraden in. Deze twee bakjes komen van de H&M. En hier bewaar ik al mijn oorbelletjes in. En hier allemaal andere dingetjes. En dan heb ik hier ook nog een rekje waar ik een paar kettingjes aan heb hangen. Waarvan ik niet wil dat ze in de knoop gaan. En nog, ja, dit. Ik weet niet wat het is. Dit zijn van die, ja, rondjes die je in een vlecht kan doen of zo. Geen idee. Hier hangen nog een paar oorbellen aan. Die zijn van de Primark. Maar die draag ik eigenlijk niet. Maar ik vind het best wel gaaf. Dan hangen hier nog vier kettingjes van bij Sheer. Als eerst deze met die wereldbol eraan. Eentje daar staat luck op. Op bedoel ik. Eentje daar staat love. En dan nog eentje met, beetje moeilijk te laten zien, sorry. Eentje met drie sterretjes eraan. Dan heb ik nog bizar veel oorbelletjes. Ook heel erg veel van bij Sheer. Ik ga het gewoon allemaal even stuk voor stuk laten zien. Als eerst deze oorbelletjes. Die zijn van Lovelinks. Die draag ik echt heel erg vaak en zijn echt heel erg leuk. Deze oorbelletjes met een kompas. Die zijn van bij Sheer. Ik ga nu even alle oorbelletjes trouwens van bij Sheer laten zien. Omdat ik daar echt bizar veel van heb. En anders zeg ik steeds bij Sheer, bij Sheer. Dus de komende oorbelletjes die ik nu ga laten zien zijn allemaal van bij Sheer. Maar deze vind ik echt heel erg leuk met zo'n kompas. Die heb ik ook best wel vaak in. Dan deze ringetjes met zwarte hartjes. Deze ringetjes met een soort zwarte tand of zo. Ik weet niet precies wat het is. Maar ik vind ze wel heel erg gaaf. Dan deze, die lijken een beetje op de eerste. Maar deze hebben meer muntjes. Die ander was echt een kompas. Dan deze, die zijn wat kleiner. Maar ook heel erg schattig. Bijvoorbeeld voor in je tweede gaatje of zo. Dan deze. Deze. En deze. Dat waren alle oorbelletjes van bij Sheer. Dan heb ik deze nog van Fabuluise. NO. Zal ik ook wel even het Instagram account van in de beschrijving zetten. En van hetzelfde Instagram account heb ik ook deze super leuk met panterprint. En voor de rest zitten er nog een paar overige in. Zoals deze V-oorbellen. Die heb ik toen een keer van Miu's moeder gekregen. Deze oorbel van Lots of Jewels. Nog wat oorbelletjes, ringetjes. Deze gouden zijn van My Jewelry. Ja, een beetje allemaal kleine ringetjes zitten er nog in. Dan nog wat kettingjes en armbandjes. Hier ga ik wat sneller doorheen, omdat ik dit eigenlijk nooit meer draag. Die oorbelletjes wissel ik nog wel eens af, maar deze armbandjes en kettingjes draag ik eigenlijk nooit meer.
Er zit ook een beetje in de knoop. Maar deze van Eden. Even kijken. Oh mijn god, alles zit echt in de knoop. Echt dom. Ja, hier een touwtje van Lots of Jewels. Hier een armbandje van By Sure. Dit kettingje heb ik gekregen van vriendinnetjes toen ik 17 werd. Ik heb hier nog een schelpenarmbandje. Die heb ik ooit gekregen voor kerst. Dan heb ik hier nog een kettingje van My Jewelry, allebei. Ja, het zit een beetje in de knoop. Hier, dit kettingje van My Jewelry is dat. Dan heb ik nog een kettingje met een half maantje. Sorry, hiervan weet ik ook bijna niet meer waar alles van komt. Want het zijn allemaal van die kleine webshopjes. Oh ja, deze is wel leuk. Dit kettingje met de M van Milan. Zie je het? Nee, maar er staat een M op. Dan nog zo'n kettingje met balletjes van Queen of Jetlags. Zit ook helemaal een knoop. Dan dit armbandje, die heb ik van vroeger, van Pandora. Is dit volgens mij. En dan kon je altijd van die bedeltjes sparen. Dus die bewaar ik gewoon. Dan dit kettingje van Eden. En ja, voor de rest is het gewoon een hoopje met sieraden. Dus daar ga ik verder niet veel op in. Ik hoop dat jullie nu een beetje duidelijkheid hebben over waar mijn sieraden vandaan komen. Over die andere kettingjes en armbandjes kon ik niet heel veel zeggen. Omdat ja, ik draag die nooit en ze zitten in de knoop. En ik weet niet meer zo goed waarvan ze zijn. Maar die oorbelletjes wissel ik nog wel eens af. Maar eigenlijk mijn armbanden, ketting en ringen zijn altijd wel standaard dezelfde. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vond je nou een leuke video? Doe dan vooral een blauw duimpje omhoog. En laat in de reacties achter wat jouw favoriete sieraad zijn. Draag je altijd ringen, kettingjes, oorbellen? Vind ik leuk om te weten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei doei!